De Klapstoel is een initiatief voor alle Wiksmuidelingen, waarbij dat we bijzondere aandacht hebben voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Die mensen kunnen geheel vrijblijvend wekelijks een praatje komen maken, een koffietje komen drinken. En vanuit de belevenissen en de ervaringen die zij dagelijks ervaren, proberen wij met een hele ploeg vrijwilligers gesprekken aan te gaan, activiteiten te organiseren die inspelen op de thema's die ze aanreiken. Daarnaast hebben wij ook een aanbod voor jonge en toekomstige moeders van kinderkledij tegen heel gunstige prijzen. En in samenwerking met de Kringwinkel en een andere VZW die actief is op grondgebied Wiksmuiden, beschikken wij eigenlijk over een heel mooie winkel waar die moeders terecht kunnen. Binnenkort bestaan we 1 jaar, dat zal uitgebreid gevierd worden, waarbij we met bezoekers tal van activiteiten zullen organiseren. En daarna hopen wij in de toekomst nog heel wat zaken te implementeren. In elk geval zullen wij de voedselhulp ook daar gaan aanbieden. Is de kans heel reëel dat het CAW een onthaalfunctie zal opnemen binnen de klapstoel en implementeren wij ook een pamperbank. Mijn naam is Ruben Dergoore. Ik werk als brugfiguur onder andere hier in Sint-Mans Basisschool in Kortrijk. De bedoeling van een brugfiguur is eigenlijk om de ontwikkelingskansen van alle kinderen evenwaardig te maken. We helpen de scholen met de uitdagingen van vandaag en morgen op gebied van communicatie naar de ouders toe, ouderbetrokkenheid. We proberen ook zoveel mogelijk de taalproblematiek aan te pakken in de scholen. Zodoende dat die achterstand wordt weggewerkt. We proberen ook zoveel mogelijk met de buurt samen te werken, zodanig dat de school een link vindt met de buurt. En we doen dit dus van in de scholen, zodanig dat we iets sneller contact kunnen maken met de ouders hier op school. Ook tijdens evenementen waarop de ouders komen, oudercontacten en andere. We helpen ook zaken organiseren binnen de school, zoals de spelotheek. Zoals infomomenten, infobeurzen rond mogelijkheden. Hier vanuit Kortrijk. Dus in een notendop, een brugfiguur is hier eigenlijk om zoveel mogelijk de school te ondersteunen. Dag iedereen, ik ben Anne. Ik ben brugfiguur in het Kortrijkse kleinschooltje, de basisschool op de Lange Munt. Brugfiguur, heel concreet, betekent dat wij proberen bruggen te bouwen tussen de ouders en de school, de ouders en de buurt en eigenlijk ook de ouders en de sociale dienstverlening. Met als grootste doel, voornaamste doel, kinderkansarmoede te gaan bestrijden. Hoe dat we dat concreet doen, is door eigenlijk zo vaak mogelijk in de buurt en vooral op de school aanwezig te zijn, zichtbaar te zijn voor de ouders, voor de leerkrachten, die heel laagdrempelig vragen kunnen komen stellen aan ons. Waar dat kader binnen kinderkansarmoede, gaan we daar vooral de voorkeur aan geven om daar antwoorden op te gaan bieden. Heel concreet door in gesprek te gaan met ouders op school of ook op huisbezoek. Niet alleen de kaart te trekken van de financiële hulpverlening, dat ook. Maar kinderkansarmoede ook breder gaan bekijken om ook kansen bevorderen te werken naar taalontwikkeling, vrije tijdsbeleving, cultuurontwikkeling.
sociaal-communicatief projecten gaan inzetten om te verbreden. Ja, dat was het wel. Op donderdag voormiddag naar de Tovertuin om samen met jouw baby of peuter te spelen en om andere ouders te ontmoeten in een gezellige omgeving. Tussen 0 en 3 jaar in de Tovertuin, elke donderdag tussen 8:30 en 11:30. Spring gerust eens binnen, iedereen is welkom. We zijn hier in de Wereldtuin, een stukje grond van 4000 vierkante meter. Achter de thuiszorgwinkel, we hebben dit stukje ter beschikking gekregen van de christelijke mutualiteit die de thuiszorgwinkel uitbaat. Maar dat was hier nog een heel stuk grond erachter, omdat dat hier vroeger een plantenzaak was met een groot stuk grond en een serre erachter. In 2012 is het hier gestart door het Rode Kruisopvangcentrum, omdat zij dat stuk grond ter beschikking hebben gekregen. Ze hebben met een heel aantal organisaties uit de buurt dit gerealiseerd. Ondertussen is het al heel wat geëvolueerd. Er zijn de nieuwe tuiniers bijgekomen, nieuwe organisaties die er komen tuinieren. Dus we hebben al heel wat nieuw volk. Ook een aantal mensen die al gestopt zijn, maar vooral veel nieuwe mensen uit de buurt. Dus de doelstelling is eigenlijk vooral om mensen die hier in de buurt wonen, die geen tuin hebben, hier gratis een stukje grond ter beschikking te stellen om ecologisch te tuinieren. Daar leggen we wel de nadruk op. In het begin was dat niet zoveel, maar we willen dat wel heel hard promoten. De mensen daar ook rond uitleg geven. En daarom zijn de mensen van Veld hier eigenlijk regelmatig aanwezig in de tuin om ondersteuning te geven. We geven ook soms workshops over ecologisch tuinieren. De bedoeling is ook om dat uit te breiden naar een beetje koken en zo. Daarom zijn we bezig met het tuinhuis daarachter, dus dat hebben we samen met de stadsdienst een beetje gezet. Daar gaan we nog verder aan werken met de vrijwilligers van de tuin. Daar komt er ook een keuken dat we naar buiten gaan kunnen rollen en waar we kunnen onze groenten verwerken. Dus we proberen veel mensen uit de buurt, ook nieuwe organisaties, ook mensen die het wat moeilijker hebben, hier naartoe te krijgen. Maar we willen wel een sociale mix van mensen hier laten genieten van de Wereldtuin. Welkom, hallo, ahlan wa sahlan. Iedereen, welkom in de spelotiek van Kortrijk. Ik ben Khaled. Ik ben medewerker in de spelotiek van Kortrijk. De spelotiek is meer dan plaats om spelletjes te inkleden. De spelotiek is een plaats om hebben veel plezier voor jou, voor je kinderen, voor de ouderen, voor iedereen. Ja, in de spelotiek we hebben meer dan 2000 spelletjes.
om te spelen. We hebben in plaats voor kinderen om te blijven 3, 4, 5 uur spelen zonder problemen. Om een café of een thee drinken. Uitnodigen van ons voor iedereen. De spelotheek is in plaats om te uitlenen. Spelletjes in plaats van boeken. Als niemand weet wat je spelotheek is, spelotheek als bibliotheek. Maar in plaats van boeken, we hebben spelletjes. Welkom iedereen en dank u. Hallo, ik ben Jasmin en ik ben stagiair in de spelotheek Speelvogel. Wat is de spelotheek? We ontlenen daar spelletjes voor iedereen. We hebben meer dan 2000 stuks. En we hebben ook een ontmoetingsruimte waar we graag jullie een glaasje water of koffie aanbieden. Het is superleuk om iedereen daar samen te zien en te genieten van een leuk spel. Teleonthaal biedt 24 uur op 24 uur telefonische opvang aan iedereen die nood heeft aan een helpend gesprek. En we doen dat via het noodnummer 166. En daarnaast biedt Teleonthaal ook chathulp aan. We doen dat elke avond en ook op woensdagnamiddag. En dat doen we via onze website. In Teleonthaal kan iedereen terecht met om het even welke vragen, om het even welke problemen. En de hulpverlening in Teleonthaal gebeurt met vrijwilligers. En we hebben ongeveer 40 jaar bijna altijd vanuit Brugge gewerkt met de vrijwilligers van Teleonthaal. Maar de laatste jaren voelden we eigenlijk dat we te weinig vrijwilligers hadden in verhouding tot het hulpaanbod dat we willen realiseren. En we wilden graag meer vrijwilligers bereiken, maar we merkten, wij zijn huisvest in Brugge, en we merkten eigenlijk dat we daar in de knel zaten, dat we in het noorden van de provincie, in het Brugse, niet meer vrijwilligers konden bereiken. We hadden daar een beetje ons plafond bereikt met een 105, een 110-tal mensen. En dan zijn we beginnen nadenken van wat kunnen we doen om ons vrijwilligersaantal te kunnen uitbreiden. En dan merkten we aan de telefoon dat we vaak heel geïnteresseerde kandidaten kregen uit het zuiden van de provincie. Maar zij vonden de afstand om een engagement in Brugge te doen, zij vonden die afstand eigenlijk te groot. En dan zijn we beginnen kijken van, is het niet haalbaar om met een luisterpunt te starten in het zuiden van de provincie, waardoor vrijwilligers eigenlijk dichter bij huis kunnen permanenties opnemen. En dat was ongeveer in dezelfde periode dat de provincie ook het nieuwe impulsreglement uitschreef. En dan hebben we daar ook een aanvraag gedaan en de kans gekregen om gedurende 3 jaar dit project uit te werken. En wat wij doen met ons luisterpunt is eigenlijk aan vrijwilligers de mogelijkheid bieden om, als ze vanuit de regio Kortrijk komen, om hier in ons luisterpunt telefoon- en chatbeurten op te nemen. Hoe organiseren wij dat praktisch? Het is zo dat er nu ongeveer al een 30-tal mensen hun beurten doen, wat wij noemen hun beurten in Kortrijk. En zij hebben hier eigenlijk alle middelen die zij nodig hebben om hun beurt op een goede manier te kunnen opnemen, om de telefoons, om de chat op een goede manier te kunnen doen. Dat betekent dat wij zorgen dat er goede telefoonlijnen beschikbaar zijn, dat al de hulpmiddelen via computer beschikbaar zijn. Maar ook als je 24 uur op 24 uur werkt voor de nachtbeurten, dat er ook een bed ter beschikking is. Wij hebben 2 beurten ter beschikking, waardoor dat ook vrijwilligers met z'n tweeën beurten kunnen doen. En ook tussenin ook een keer bij elkaar terecht kunnen om met elkaar te praten, als dat zo nodig zijn na een moeilijke oproep. Wij zijn ongeveer een groot jaar geleden kunnen starten hier in het luisterpunt. En eindelijk heeft het luisterpunt echt al een stukje de doelstellingen bereikt die wij voorop hebben gesteld. Wij hebben op dit moment al meer dan 20% meer vrijwilligers dan voordat wij met het luisterpunt starten. We zijn van 108 naar 130 gegaan, waarvan dat er een 100-tal in Brugge meewerken en een 30-tal hier in Kortrijk. En wij kunnen daardoor ook al meer gesprekken beantwoorden, zowel aan de telefoon als aan de chat.
Ik ben Lies, ik werk in de vrijwilligerscentrale. Dat is een stadsdienst in Brugge die eigenlijk alles regelt rond vrijwilligerswerk. We hebben 5 hoofddoelstellingen. Matchen, dus mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, die kunnen bij ons terecht op woensdagnamiddag en vrijdagvoormiddag. En dan zoeken wij samen met hen de ideale vrijwilligersjob. We hebben hier ook foldertjes van meer dan 200 Brusselse organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers en zij kunnen ook hier hun vacatures achterlaten, zodat wij de juiste match kunnen maken. Daarnaast ondersteunen wij ook organisaties die geen vergaderruimte hebben zelf, die kunnen hier terecht en kunnen onze vergaderzalen huren voor een zeer lage prijs eigenlijk. Dan informeren wij ook, wij geven vormingspakketten rond vrijwilligerswerk, maatschappelijk kwetsbare vrijwilligers, sociale media, maar ook mensen die vragen hebben over de wetgeving, die kunnen bij ons terecht, over verzekering, die dingen. Promoten, vrijwilligerswerk promoten, dat doen we onder andere door een beurs te organiseren. En dit jaar was dat in de Magdalenazaal, daar stonden meer dan 60 organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. En onze campagne daar rond was een tattoo-campagne. Dus op die manier willen we ook vrijwilligerswerk promoten als iets leuks, als iets stoers. En als laatste waarderen we ook vrijwilligers. Vroeger hebben we ook nog verjaardagskaartjes gemaakt dat organisaties hier gratis konden komen halen. De Doe Goed Pas is een kortingskaart voor iedereen die vrijwilligerswerk doet in een Brugse organisatie. Dus een organisatie die gevestigd of actief is in Brugge. En alle mantelzorgers die een mantelzorgpremie krijgen bij het dienstwelzijn aan de stad. En op die manier willen we ook vrijwilligers bedanken. Brugse vrijwilligers een cadeautje geven. Dit jaar organiseren we een bedankingsevenement in de Stadsschouwburg, waar de Doe Goed Pas officieel wordt voorgesteld aan het grote publiek en aan de pers. Ook de concrete kortingen worden dan bekendgemaakt. En Raymond van het Groenewoud komt optreden. En die avond is al volledig volzet. Dus dat is leuk. Ik ben opbouwwerker in de wijk Zwarte Gevel Tierdank in Tielt, waarbij dat we in de wijk, een sociale woonwijk met circa 450 inwoners, 150 sociale woningen allemaal, proberen eigenlijk een buurtwerking op te zetten, maar vanuit wat dat de mensen zelf eigenlijk willen en waar dat ze genoten hebben. Vandaar ook dat we een ontmoetingsmoment hier hebben opgestart dat elke week doorgaat en je ziet dat mensen er echt deugd van hebben. Van één keer in de week komen we hier samen in het buurthuis en goed, ja, die mensen zien elkaar misschien op straat ook wel, maar het is ook het feit van het buurthuis is van de wijk, van ons. En het is ook, vind ik, belangrijk dat het een positieve plek is. Zo weinig mogelijk roddelen, alleen maar positief, een netwerk vinden bij elkaar. Ook ondertussen worden er dingen gedeeld met elkaar. Zijn er, ja, mensen komen steunen op elkaar, maar ik ben hier ook. Zijn er vragen over, ik zeg maar iets, hoe zit dat met dit terugkantoor, het CAW, wat doet dat eigenlijk? Of op de computer even werken. Dat zijn dan dingen die je op dat moment kunt doen. Ik heb ook een zoekertjesmuur en zo. Ik probeer ook te kijken naar mensen die bepaalde noden hebben. Wat ik ook heel hard nog probeer in te zetten, is kinderen en jongeren. Er zijn heel veel gastjes van het lagere school in de week. Wat doen we? De woensdagmiddag kunnen ze al het spelgerief in mijn kast ontlenen. Ik vind dat zonde dat dat stil ligt, dus gebruik maar, speel maar. Vrij plezant. Er is ook huiswerkbegeleiding vanuit het OCM eigenlijk opgestart, maar waarin ik de ondersteuning en ook de contacten met de ouders doe. Elke maandag, dinsdag en donderdag huiswerkbegeleiding voor de lagere school, wat dat echt een steun is voor heel wat ouders, omdat er ook heel veel ouders zijn die er geen Nederlands spreken. En dat je dan moet meehelpen met huiswerk. De kinderen vinden het plezant om hier samen huiswerk te maken. Ze komen soms ook op de computer hier taken maken en zo. Goh, en we doen nog van alles.
De Bezaan is een inclusief woonproject, dat wil zeggen midden in een wijk, voor volwassenen met een verstandelijke beperking en of autisme. 8 appartementen zijn voorbehouden voor mensen met een beperking of autisme. De 2 andere dakappartementen zijn voor residenten. Dat zijn mensen met een gewone job, maar die zich wel willen engageren om een stuk bereikbaar te zijn en aanspreekbaar te zijn voor onze bewoners. De Bezaan is een initiatief van BZW Ithaca en Rotary Club Oostende ter Streek, maar was enkel mogelijk dankzij de samenwerking met Stad Gistel, Colruyt Groep, Sociaal Figuurkantoor Jovi en de provincie West-Vlaanderen. Van de provincie hebben wij een impulssubsidie gekregen. Daarmee kunnen wij gedurende 3 jaar een halftijds kracht te werk stellen die het project kan coördineren en opvolgen. De Bezaan in Gistel is een sociaal woonproject, inclusief woonproject voor personen met een verstandelijke beperking en of autisme. Ik heb de kans gegeven om daar te wonen omdat ik autisme heb en ik ben al 3 jaar of sinds 2012 vrijwilliger in VZW Ithaca. Ik vind het wel leuk dat ik dankzij mijn vrijwilligerswerken wel een kans heb gekregen om hier te wonen. Waarschijnlijk had ik dat niet gedaan, dat vrijwilligerswerk ik nooit op zo'n project komen. Want nu ben ik super blij met de kans dat ik gekregen heb en dat ik eigenlijk gezetteld ben in een vertrouwde omgeving met mensen dat ik vertrouw, maar toch op mijn eigen pootjes sta. Drew a line in a cotton napkin to waste some time at 6 p.m. And then I hide you. Suddenly I slightly move. I slightly move from time to time. Met het project Sociale Kruidenier willen wij Oostende inzetten op het beschikbaar maken van basisproducten aan een betaalbare prijs voor mensen in armoede. Uiteindelijk is het de bedoeling van het hele project om meer mensen uit armoede te krijgen. En we doen dat dus niet alleen door het ter beschikking stellen van basisproducten aan verlaagde prijzen. Maar minstens zo belangrijk is het feit dat we door met vrijwilligers, met allerlei vormen van sociale tewerkstelling aan de slag te gaan, mensen weer proberen te activeren. Het project komt op de Torhout Systeemweg in het vroegere sociaal atelier van het Sociaal Huis. En dat is, laten we zeggen, een goed bereikbare plek. Behoorlijk centraal gelegen in de wijk Westerkwartier. De Torhout Systeemweg, aan die kant komt de ingang van de winkel, maar evengoed zullen we daar in het eerste gedeelte van het gebouw de ontmoetingsruimte onderbrengen. De bedoeling van die ontmoetingsruimte en de combinatie met de sociale kruidenier bestaat er nu net in dat we mensen zo laagdrempelig mogelijk toegang bieden tot het project. Dat er binnen de ontmoetingsruimte heel wat mogelijkheden bekeken worden om met mensen samen een aantal projecten op poten te zetten en mensen op een of andere manier te activeren. De winkel zelf zal toegang bieden via een systeem van een klantenkaart. Die verdeeld wordt door een 6-tal sociale organisaties in Oostende aan de hand van een screeningsformulier. We geven daarbij voorrang aan mensen in armoede met gezinnen, met kinderen, eenoudergezinnen, alleenstaanden. Dat zijn een aantal van de doelgroepen die we zeker willen bereiken met dat project. Verder komt er in hetzelfde pand een demonstratiekeuken.
Daar is het de bedoeling om in te zetten rond thema's zoals budgetvriendelijk koken. Willen we met groepen aan de slag gaan, mensen weer proberen te activeren. Kijken hier wat dan allemaal, wat dat de stand van zaken een beetje is. Dus. We zijn EOS, dat is een autonoom gemeentebedrijf van stad Oostende. En onze enige doelstelling is het reduceren van de CO2-uitstoot en het reduceren van de energiekost. Wij leggen dan ook speciaal de focus op de mensen die een beperkt inkomen hebben. We zijn actief sinds 2008. We hebben eigenlijk gemerkt dat een heel aantal belangrijke groene investeringen worden uitgevoerd door mensen met een middelmatig tot een hoger inkomen en dat mensen met een beperkter inkomen dikwijls de stap niet zetten, terwijl dat toch interessant kan zijn, zowel voor het budget als voor het comfort en zo verder. Nu, een van de drempels bleek eigenlijk te zijn dat die mensen die begininvesteren niet kunnen financieren. Daar kan daar een lening voor aangegaan worden, maar de lening moet vanaf maand 1 terug afgelost worden. En die energiebesparing is dikwijls niet meteen zichtbaar op de energiefactuur of niet meteen zichtbaar in het gezinsbudget, in het maandelijkse gezinsbudget, waardoor dat die eigenlijk tijdelijk even met een probleem te kampen hebben. Dus het verzwaart eigenlijk het gezinsbudget, zeker in de eerste maanden na de investering, op het moment dat de leningen al meteen weer afgelost worden. En daar hebben we eigenlijk een oplossing voor bedacht. Daar hebben we de opbrengstgarantie gedoopt. En dat wil eigenlijk zeggen, de mensen komen naar ons voor de financiering van een groene ingreep. Maar die moeten niet gewoon die lening op maandbasis aflossen. Die lossen de lening enkel en alleen af wanneer er een effectief cash gerealiseerde energiewinst gerealiseerd is. Dus dat wil zeggen, er moet een daling zichtbaar zijn op de voorschotsfactuur of op de slotfactuur. En enkel die bedragen dienen aangewend te worden om de investering met terug te betalen. EOS heeft voor mij eigenlijk het voornaamste mijn zolder geïsoleerd, overal in de plaatsen in het huis geïsoleerd. Ik heb een timer gekregen om mijn boiler aan te sluiten en dan ook overal spaarlampen. En dan aluminiumfolie voor achter mijn radiators en tips geven om mijn verbruik laag te houden. Het project Mantelzorg Fijn dat je er bent is een beeldvormingsproject waarbij dat we vooral, zoals het beeldvormingsproject ook zegt, mantelzorg in de kijker willen plaatsen. En dat willen we wel doen door naast acties in de sociale sector vooral te gaan kijken van hoe kunnen we eigenlijk een zo breed mogelijk publiek bereiken, omdat we mantelzorg heel erg belangrijk vinden. Niet dankzij mantelzorgers kunnen mensen, kinderen, heel lang thuis blijven. Het is heel waardevol wat dat ze doen. En we willen zo breed mogelijk publiek bereiken door onder andere interviews te plaatsen in de lokale kranten waar Sandra onder andere aan meegewerkt heeft. Door een theaterproject te maken met de Maand der Liefde, dat in maart in première gaat in 2016. Door een scholenproject te doen, dus we gaan ook in het basisonderwijs een aantal acties ondernemen. En alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat die term mantelzorg gekend geraakt binnen Knokke Geest en liefst ook daarbuiten. Zodanig dat mensen, dat mantelzorgers vooral zichzelf er ook in herkennen. En wanneer ze op zoek gaan naar hulp, dat ze ook weten wat er bestaat aan mogelijkheden. We hebben vastgesteld uit onderzoek dat mantelzorgers heel vaak niet weten dat ze mantelzorgers zijn. En als er dan zaken passeren die op hen gericht zijn, ja, dan herkennen ze zich daar niet onmiddellijk in en dan gaan ze daar ook niet op in. Dus we willen daar eigenlijk een stukje een lans voor breken. En we hopen ook dat we met het project ook heel wat liefdevolle reacties eigenlijk voor mantelzorgers kunnen opwekken. Nee, dat Knokke Geest eigenlijk ook mantelzorgers heel erg dankbaar kan zijn voor hetgeen wat zij allemaal doen. Ik ben de mama van Jonas. En wat ik eigenlijk mooi vind aan het project is gewoon het feit dat het inderdaad mantelzorgers in de kijker zet. Eerst en vooral dat ik zelf ben bewust geworden dat ik een mantelzorger ben. Dus ik was me daar inderdaad niet van bewust dat zoiets gewoon een benaming krijgt. Eigenlijk is het best confronterend om je verhaal te beginnen vertellen en te beseffen dat je daardoor de noemer van mantelzorger krijgt. En ik denk dat het belangrijk is dat het gewoon
meer en meer sociaal bekend wordt dat mensen heel wat dingen doen die voor hen heel gewoon lijken, maar toch eigenlijk best bijzonder zijn. Ik heb ook heel mooie feedback gekregen dus toen ik meegewerkt heb aan het artikel. En ja, het heeft mij allemaal eigenlijk wel geraakt. En het motiveert mij gewoon om iets wat ik heel gewoon al deed, gewoon nog meer te willen doen en met nog een groter hart te willen doen.